Hoi, wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. Dit keer heb ik een filmpje over een sjaal die ik gehaakt heb met resten van de scheepje Sky's Light assortimentpakket. Op een ander filmpje zie je een bolero vestje wat ik gehaakt heb. Nou, het garen wat ik daarvan over had, daarvan heb ik dit sjaaltje gemaakt. Een sjaaltje van ruim 2 meter lang. En 15 centimeter breed. En je ziet hem nu opgespannen op de blokkingmatten liggen. Nou, ik ben begonnen aan deze kant met een groene kleur. Ik heb gewoon iedere keer het hele bolletje opgehaakt. Dus de vlakken zijn niet allemaal even groot. Dat vind ik wel, wel een heel leuk effect bij dit sjaaltje. Nou, en toen ben ik gewoon op kleurvolgorde gaan werken. Dus met de lichtste begonnen, 109. En steeds verder oplopend naar de donkerste blauw. En ik ben geëindigd met de groenbruine kleur. Doordat je de groene tinten aan de buitenkanten hebt, vond ik dat wel een heel leuk effect hebben. Nou, ik heb een vrij makkelijke combinatie van steken gebruikt. Stokjes lossen. En clustertjes. En ik heb hem opgezet met de lange draadmethode. En daar heb ik lange draad vaster gemaakt. Nou, ik ga het je helemaal laten zien. Ik gebruik scheepjes Rulwetten. Omdat Alma Sky's Light op is. Dus dat kon ik niet gebruiken voor dit filmpje. Nou, in een ander filmpje staat uitgebreid hoe ik de lange draadmethode doe. Maar ik ga het hier nu ook nog wel even laten zien. Maar wil je het rustig nakijken, kijk dan vooral naar mijn andere filmpje. Nou, ik start met het haken van het maken van een schuifknoop. En dat doe ik door zowel de binnen- als de buitenste draad van mijn bolletje te gebruiken. Dan weet ik zeker dat ik genoeg draad heb. Ik steek mijn naald erin. Ik gebruik de Clover 3,5. Fantastische naald om te gebruiken. En het patroon bestaat uit een meervoud van 12 plus 1. Dus wil je het sjaaltje breder maken, dat kan. Dan moet je er 12 of 24 of 36 bij optellen. Wij gaan hem in ieder geval opzetten met 36 vaste plus eentje. Daar kom je mooi uit met het patroon. Nou, het begin van de lange draadmethode is altijd eventjes een beetje klungelen en daarna gaat het veel vlotter. Je steekt de onderste draad, haal je eroverheen. Die hou je vast. En dan pak je je gewone werkdraad en die trek je er doorheen. Je slaat de onderste draad eromheen. En de bovenste maak je de vaste af. En telkens als ik iets heb om vast te pakken, dan kan ik gewoon mijn draad omhoog halen, zeg maar. En iets heel handigs, ik ben vergeten te tellen, dus dat ga ik nog even doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hebben we er nu. Negen. 10. Let erop dat je het niet te strak doet. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Even iets meer draad pakken. De goede draad boven houden. 31. 32, 33, 34, 35, 36
plus 1 is 37. Nou, het voordeel van deze methode is dat die rekbaar is. Als je een normale losse ketting maakt, dan rekt die niet mee. En dat vind ik gewoon zelf veel mooier. Nou, de draad waar je niet de lus mee maakt, dus deze, die kunnen we afknippen. En aan het eind hechten we die mooi af. En nu gaan we starten met het patroon. De eerste toer is even goed opletten en tellen. En vanaf de tweede toer is het constant die toer herhalen. En hoef je al veel minder op te letten. We starten met het haken van 3 lossen. 3 keer lossen, dat is het eerste stokje. We draaien het werk. Ik zal hem iets meer inzoomen. Zo. We slaan de eerste 2 over. Hier haken we een stokje. 1 lossen. We slaan er 1 over. Weer een stokje. 1 lossen. We slaan er weer 1 over. En nu gaan we 2 clusters haken met daartussen 2 lossen. Een cluster haak je door hem om te slaan, in te steken, de draad ophalen. Nog een keer omslaan, insteken, de draad ophalen en nog een keer. Dus in totaal 3 keer een draad ophalen. Gaan we in 1 keer door alle lusjes heen en we maken hem af met een losse. Nu is die gefixeerd. 2 lossen. En in diezelfde steek gaan we nog een clustertje haken. 1, 2, 3. En we halen hem weer door alle lusjes en fixeren hem. 1 lossen. We slaan een steek over, een stokje. Een losse steek overslaan, een stokje. Nu haken we geen lossen. We slaan 3 steken over en haken een stokje. En nu ben je weer aangekomen bij dit stokje in het patroon. En zoals je ziet begint nu de zigzag te ontstaan. Nou, weer 1 lossen. Slaan weer een steek over een stokje. 1 lossen. Slaan een steek over en gaan weer 2 clusters maken. 1, 2, 3. In 1 keer door alle lusjes en we zetten hem vast. 2 lossen. Gaan we weer door diezelfde steek en dat is nu even krap. 1, 2, 3. In 1 keer door alle lusjes en we fixeren hem. 1 lossen. Slaan een steek over, een stokje. 1 lossen, slaan een steek over, een stokje. Geen lossen. Slaan 3 steken over. Een stokje. 1 lossen. Slaan weer een steek over, een stokje. 1 lossen, gaan we het clustertje weer maken. We slaan weer een steek over en dan een cluster. 1, 2, 3. In 1 keer er doorheen en sluiten. 2 lossen. 1, 2, 3. We sluiten hem. 1 lossen. Mijn sjaal is af en het is tijd om te gaan blokken. Nou, wat gebruik ik voor het blokken? Ik heb een plantenspuit gevuld met water en een druppeltje eukalan. Eukalan zorgt ervoor dat de vezels mooi open gaan staan en dat de stof, het gehaakte werk, beschermd wordt. En het gaat ook meteen lekker ruiken. Ik heb nu geur lavendel gepakt. Daarnaast gebruik ik de knitblokkers van Knitpro. De theepins van Knitpro.
blocking wires en de blocking matten. Ja, de sjaal is natuurlijk gemaakt met Sky Slide. Die heb ik nu niet nodig. Waar ik mee ga starten is dit even aan de kant leggen. Is even puzzelen. Ik heb een ouder pakket en een nieuwe pakket met blocking matten. En de oude zijn iets groter, dus daar ga ik mee starten. Nou, ik ga ze aan elkaar zetten. En het sjaaltje is heerlijk lang geworden. Dus ik heb ook een lang stuk aan blocking matten nodig. Even kijken hoe ver ik kom. Ik ben er nog lang niet. Nee. Daar moet er nog wel wat aan vast. Even kijken hoe ver ik kom. Nou, ik ga er aan deze kant nog eentje bij maken. Zo. Dat is de hele lengte van de sjaal. Nou, ik wil dat die mooi opgespannen wordt. En dat doe ik door de blokkingdraden te gebruiken. Het zijn lange draden die niet roesten. Dat is erg belangrijk. Want het is natuurlijk zonde van je werk dat je hem af hebt. En dat je hem gaat blokken en dat er dan allemaal roestvlekjes in komen. Nou, wat we gaan doen is de draden er doorheen weven. En ik begin aan deze kant. Belangrijk is echt in het puntje te beginnen. En dan ga je om de paar toeren hem er doorheen weven. Steeds naar boven en naar onder. Om de 4-5 toeren. Komt niet heel precies. Hoe vaker je hem er doorheen weeft, hoe netter die wel wordt. Dus pak vooral niet de grote stukken. Boven naar beneden. Even kijken hoe ver ik ben. Ja, die vind ik ver genoeg. Dan gaan we deze ook doen. Moet ik even omlopen. Even kijken. Hier ben ik begonnen met die andere. Dit weef ik er ook weer helemaal doorheen. Ik vind het zelf wel een heel leuk patroontje geworden. En aan het eind goed opletten dat hij mooi door het hoekje gaat. Zo. Dan gaan we de volgende er doorheen weven. Loop het weer even om. En in dit soort gevallen ben ik heel blij met mijn lange tafel. Dat ik echt ruimte heb om hem mooi te blokken. Je kan het natuurlijk ook op een bed leggen. Of op de grond. Maar ja, dan loopt mijn hond eroverheen. En daar word ik niet heel happy van. Hoe ver ik ben. Ik wil ze iets laten overlappen hier. Dus dan moet ik nu stoppen. En dan pak ik voor deze kant ook nog een korte. In de buis zitten meerdere lengtes, kortere en langere pinnen. Dus dat is ideaal.
Zo. En dat doen we aan de andere kant ook weer. Ook die laat ik weer even iets overlappen. Dit patroon werkt het wel heel lekker, want je hebt vrij grote gaatjes om het aan de zijkant in te stoppen. Dus dat is wel fijn. Zo, nog even korter. Ook die laat ik weer overlappen. Hem lekker insprayen. Hij mag goed vochtig worden. Meteen heel lekker. Dat is jammer dat jullie dat niet kunnen ruiken. Nou, waar ik nu mee ga starten, is alleen dat doe ik aan de bovenkant, daar start ik. Deze puntjes wil ik dat die er mooi uitkomen. Dus die ga ik eerst vastzetten met T-pins. En ook de T-pins, die roesten niet. En dat is natuurlijk heel belangrijk. De achtergrond voor je boyke drinken misschien. Die heeft dorst. Zo. Mooi in een lijn gezet. Nu pak ik mijn knitblokkers erbij. En span ik hem mooi naar de zijkant op. Niet te ver, maar er mag wel wat rek op zitten. Nou, en onder... Ja... Onderstukjes ga ik hem weer mooi recht blokken. Vooral bij de overgang van de ene draad naar de andere is het belangrijk om het te doen, omdat ze anders scheef kunnen gaan staan. En door de draden worden ze gewoon heel mooi recht, het eindresultaat. Hier zie je al dat ze een beetje scheef lopen, maar dat trek je weer goed door de knitblokkers ertussen te zetten. Zo. Nu ga ik eerst de puntjes weer mooi vormen. Ik wil dat die er goed uitkomen. Even kijken hoor. Doe ik hem nou de goede kant op? Moet ik even goed kijken? Ja, ik doe hem de goede kant op. Die moet die kant op. Deze moet deze kant op. En hier moeten de hoekjes ook naar beneden. Zo. Dit laat ik 48 uur drogen, zodat hij echt helemaal mooi in model is. En dan haal ik de knitblokkers eruit, de T-pins eruit en de lacé-draden eruit. En dan kan ik mijn sjaaltje met veel plezier gaan dragen. Ik wil je heel erg bedanken weer voor het kijken naar deze tutorial. Ik ben benieuwd of je dit sjaaltje ook zelf gaat maken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!